vandaag op Urk in het kader van het rondje Flevoland. We gaan kijken wat er voor toeristen allemaal op Urk te beleven is. En dat is heel veel, dus er is een mooi vol programma gemaakt. We zijn begonnen bij de oude bakkerij. Mooie verhalen gehoord over dat het eerst een gemeentehuis was en toen bakkerij werd. En je merkt als je met Urkers in gesprek bent dat onmiddellijk zijn er alle vertakkingen, komen er steeds meer verhalen bij. Verhalen vertellen is hier wel een mooi ding. We hebben net een hele mooie tocht gemaakt, de Ginkiestocht door alle steegjes van Urk. Met heel verrassend uitzicht af en toe op het water. Maar wat het allermooiste is, alle verhalen van de Urkers, de bijnamen die ze hebben, de gewoonten en tradities die ze hier koesteren. En ook de hartelijkheid en de gemeenschapszin. Prachtige verhalen gehoord en we hebben hele mooie stukjes gezien die je normaal niet zo snel ziet. Net bezig kijken bij de nieuwe toeristinfo, maar ook plaats met toiletten en wasgelegenheid voor de schepen in de haven. Prachtig mooi uitgevoerd, kortenstaal, mooi stoer gebouwtje. Echt een verrijking voor het toerisme. En daarna zijn we naar de IJsselmeer visafslag gegaan. We hebben in een half uur de hele geschiedenis van de vis gehoord. Wat goede vis is, wat slechte vis is. Geweldig om te horen. Met de Zuiderzee net naar buiten geweest, een mooi eindje gevaren, maar daarin ook echt gezien hoe Urk als eiland te beleven valt vanaf het water. Je kunt je helemaal voorstellen hoe dat vroeger was. Het was niet alleen een mooie aanblik, maar we hebben ook mooi door kunnen praten over alle toeristische kansen die Urk biedt. Philippe gezien van het interieur van het Tourist Office, het gehad over het palenscherm, het gehad over de cultuureducatie, kun je de geschiedenis van Urk ook in Lelystad en Noordoostpolder en verder uitdragen. Kortom, volop ideeën. Alleen ja, dan is toch ook een paar uur in de ochtend te kort. Dus ik kom zeker nog een keer terug om opnieuw verder op Urk te verkennen.